Onlangs dacht ik, ik had dit boek moeten een andere titel geven, namelijk De Gouden Kooi. Ik kom zoveel mensen tegen die hun situatie beschrijven met die term. Die zeggen, tja, ik zit eigenlijk in een gouden kooi. En, en daarmee bedoelen ze dan dat ze een baan hebben waar ze goed geld mee verdienen, waar ze hun hypotheek mee kunnen afbetalen, ze kunnen ermee op vakantie gaan, zich een bepaalde welstand veroorloven, ze hebben misschien een firmawagen. Maar ze beseffen... Dit is niet echt een plek waar ik echt op mijn recht kom. Ik kan misschien wel mijn talenten kwijt, ik kan hier hard werken en geld verdienen, maar ik ben er niet echt gelukkig van. Het is, het is voor mij niet zinvol. Ze worden als het ware wakker. En die gouden kooi is maar één van de situaties die ik beschrijf in dit boek. Ik beschrijf er nog drie andere. De burn-out van mensen die fysiek ten einde lopen. Ik beschrijf de situatie van idealisten die komen ze vertellen, oh, ik ben zo gefrustreerd in die organisaties omdat ik tegen die muren opbots. En dan tenslotte die strijd van zelfstandige ondernemers die geen klanten vinden, die moeten overleven op die vrije markt, zo lastig dat dat is. En onderliggend aan die aanmeldingen is volgens mij dat een groeiende groep mensen hun leven willen laten leiden door zinvolheid. Men wil een plek hebben in een geheel, men wil zich ergens thuis voelen. En van daaruit zinvol een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dat geheel, een betere wereld, meer goedheid, schoonheid in de wereld binnenbrengen. Ik, ik voer een pleidooi om als begeleidingskundige, als leraar, als ouder, als professional uh, dieper te kijken en die, die aanmeldingen, die worstelingen te bekijken als zinsvragen. <clears throat> en daar dan ook op die manier mee om te gaan. Niet iets dat moet opgelost worden, maar die te zien als een kans voor ontwikkeling om op een heel andere manier te gaan leven. En die weg is niet gemakkelijk. Maar eenmaal je, dat je die weg bent ingeslaan, dan kun je ook niet meer terug. Want als je bijvoorbeeld 40 bent en je hebt een burn-out of je zit in die gouden kooi, dan, dan zeggen de mensen ook: ik ga toch niet tot aan mijn 67e, nog 20, 30 jaar zo verder gaan. Dus er zal ergens moeten een verschil ontstaan. En de vraag is hoe ligt dat in jezelf, in je eigen houding, in een, in een besef, in een relativering? Of moet er toch echt keuzes gemaakt worden om die zinvolheid meer binnen te brengen en echt in de daden om te zetten in je leven? Daar gaat dat boekje over, maar ook mijn, mijn algemene insteek als ik mensen beluister. Waar zijn ze eigenlijk op zoek naar? Wat is de onderliggende zinsvraag die ze hebben? En daar gaat ook de dag van de zingeving over. Die we in januari 2018 zullen starten. Wat is jouw tocht in je leven die te maken heeft met zinvol bezig zijn?